Ja. En hier hebben ze heel vroeger, hebben ze hier een heks begraven. Hij heeft nooit echt heel normaal kunnen groeien, dus er moet hier iets zijn waardoor de wortels niet diep de grond in hebben gekomen en waardoor de takken zo grillig zijn uitgegroeid. Oh, u gelooft in de zwarte kaat? Nou, het is de streeklegende, hè? Na vele omzwervingen en aardig wat dingen gedaan die ze niet mocht doen, is ze op een gegeven moment opgepakt en berecht. En het schijnt dat ze hier in Bladel gillend onthoofd is en dat haar overblijfselen de hei opgesleept zijn, want die mochten niet in gewijde grond begraven worden. Als je heel stil bent, hoort u er dan nog wel eens gillen? Ja, zeker, zeker. Je ziet dat hier de wortels het minst goed de bodem in zijn gegroeid. Dus daar ligt ze. Dat zou zomaar kunnen zijn. Dit beeldje is ervan gemaakt en ja, je kunt je voorstellen dat er op een gegeven moment mensen dachten dat het een heks was. Er zitten kruiden in, ja. Dus een heks die roert ook in een koldron, dus wij hebben daar ook iets in gedaan. Ah, en het is toch lekker? Ja, het is zeker lekker. Dit is heel apart. Waarom ligt hij daar? Hij is dood. Ja? Ja. Oh, heb je er eng een heks daar liggen? Nee. Waarom niet? Want ik ben helemaal niet bang van heksen.